Ik ben Ernst Raaphorst en ik ben oud-student van de HZ en ik heb hier de studie Aquatische Ecotechnologie gedaan. Dat heb ik in 2004 gedaan. Het is een studie die is gericht op eigenlijk heel breed watermanagement. Enerzijds het civiel-technische, dijken, maar ook helemaal aan de andere kant juist de ecologie en de waterkwaliteit. Dus een heel breed verhaal waarmee je dus heel veel kanten van die wereld leert kennen. Nou, na mijn studie ben ik eerst postbode geweest. Dat was toen 2004. Dat waren toch een beetje crisistijden, moeilijke baan om te vinden. En dan ga je toch nadenken van ja, wat wil ik? Want aan het eind zijn ze wel praktisch gewoon het werk in, weet je, aan de slag gaan, bijvoorbeeld bij een leuke natuurorganisatie. Maar ja, daar was niet zoveel op dat moment. Dan ben ik toch gaan kijken van wat kan ik anders doen? En toen ben ik uiteindelijk in Wageningen beland. En daar ben ik een master gaan doen, Aquatic Ecology. En daar ben ik maar gaan specialiseren, echt heel specifiek op dat onderwerp. En uiteindelijk viel het beter dan ik had verwacht, want ja, universiteit is toch een gevoel van heel theoretisch, maar ook die opleiding was best wel praktisch ingericht. Na mijn studie in Wageningen ben ik gaan werken bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Dat is een van de waterschappen in Nederland. En daar werk ik nog steeds, al ruim 14 jaar. En hartstikke leuk daar. Heel gevarieerd werk ook. Ik ben er begonnen als hydrobioloog, dus onderzoek naar waterplanten en de waterdieren. En databeheer doe ik bijvoorbeeld daarbij. En allerlei adviezen. Bijvoorbeeld onderwerp rivierkreeften in de exotenwereld ben ik heel druk mee bezig geweest. En ja, heel gevarieerd. Verzilting heb ik wel eens mee gedaan en allerlei onderwerpen. En ja, altijd heel enthousiast erin geweest. En dat ook ergens een beetje herkend door mijn collega's van de communicatieafdeling. En die hadden het idee van, hey, hier kunnen we iets mee. En toen heb ik in een dolle bui een keer gezegd, nou, dan word ik wel de Freek Vonk van Delfland. En toen is het idee geboren dus om een filmpjeserie te maken. Nou, in die filmpjeserie vertel ik van alles over de onderwaterwereld en wat daar gebeurt en wat wij daar als waterschap in doen. En die heet Ernst Onderwaterwereld. En nou, het is te zien op YouTube, maar inmiddels ook op TV West. En dat is gewoon hartstikke leuk om allemaal mee te maken. Aan alle jong professionals die net als ik in het watermanagement zitten, wil ik vooral meegeven van volg je hart en ga ervoor. Want zeker in het vakgebied waterkwaliteit, er zijn heel veel uitdagingen. Maar we kunnen het gewoon, daar kunnen we wat bereiken en daar moeten we voor gaan. Ik hoorde net dat je 20 jaar geleden bent afgestudeerd. Ik kan me het niet meer zo heel goed herinneren, want we hebben al meer dan 1200 afgestudeerd ondertussen. Ik kan me jou nog wel heel goed herinneren, want jij bent wel echt een markant persoon. Maar hoe kijk jij eigenlijk terug op je opleiding? Ja, het is 19 jaar geleden inmiddels voor mij. Oh, ja, ja. Bijna dat 20. Maar ja, dit is voor mij echt een heel kenmerkende tijd geweest. Weet je, ik ben daarvoor eigenlijk een leventje rond de HAVO, wat was redelijk beperkt. En in Vlissingen heb ik echt rond die studie mijn vleugels uitgeslagen. Zowel op professioneel vlak als op sociaal vlak. En ja, ik zie het nog steeds als de bloeiperiode in mijn leven. Dat hier kon en mogelijk was, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, dat is mooi om te horen. Ja, toch? Ja, nee, dat is echt, Vlissingen is iconisch in mijn hoofd. Absoluut. En jij komt niet uit Zeeland, hè, oorspronkelijk? Nee, ik ben Zwijndrechtenaar geboren, getogen. Okay. Zuid-Holland voor en achter, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dat was echt wel een hele andere omgeving om in te zijn. Aan de kust natuurlijk, aan zee. Ja. En dat past natuurlijk ook heel erg bij die opleiding. Ik denk dat het heel leuk geweest dat je een deel van het practicum in het zoet, maar ook een deel gewoon direct in het zeewater deed. Ja. Ik herinner me. Kun je nog iets vertellen over dat alikruiken practicum? Want daar had je net. Ja, nee, we hebben inderdaad toen een practicum gedaan. Dat is wel lang geleden hoor, maar dat was echt vlakbij. We zaten natuurlijk nog in Vlissingen en dan echt het sluisje naast de school. We hebben inderdaad alikruiken zitten tellen en meten en dergelijke. Ja, dat was wel een van de dingetjes. Maar wat ook. Voor het Rammekus zijn we toen geweest. Toen zijn ze inderdaad met het waterpeil gaan rommelen. En hoe diep ligt thermocline van de scheiding tussen het zout en het zoete water dat daar zit. Want dat lag echt als heel mooie laagjes op elkaar. Ja, met bootjes in actie, om zo maar zeggen. Dus een hoop geleerd, maar ook een hoop meegemaakt. Dus ja. Ik ben natuurlijk al ruim 19 jaar weg bij de opleiding. Er moet heel veel veranderd zijn. Sowieso een nieuw gebouw waar het zit sinds kort. Maar nou, wel op veel meer vlakken ook. Hoe is het gegaan? Ja, nee, we zijn niet stil blijven staan. Ten eerste hebben we, jij bent nog afgestudeerd als aquatisch ecotechnoloog. Het heet nu watermanagement. Daar zitten nog twee andere tracks nu aan vast, die meer op de governance en de spatial planning zitten. Wel in relatie tot water. En een hele belangrijke verandering is dat we echt internationaal zijn geworden. Dus we bieden de hele opleiding in het Engels aan. En bijvoorbeeld, ik ben net vorige week op veldstudieweek geweest met de studenten. De helft daarvan komt van buiten Nederland. Dus uit Bulgarije, uit China, uit Duitsland en Spanje, uit Brazilië. Dus dat geeft een heel andere vibe. Ja. Dus dat heeft ook iets gedaan met het curriculum natuurlijk. Dus wij hebben ook besloten om vanuit duurzaamheidsgedachten niet meer studenten in een vliegtuig te stoppen om in Litouwen of in Zuid-Spanje een rivier te onderzoeken. Maar we zijn naar West-Vlaanderen gegaan. Maar dat is voor de internationale studenten, is dat gewoon net zo goed buitenland en net zo'n avontuur als voor de Nederlandse studenten, maar uiteindelijk is het gewoon wat je er samen van maakt natuurlijk. Dus dat is echt wel een hele grote verandering. Mooi om te horen, hè? Ja.
En wat heel belangrijk is, is dat we heel veel praktijkgericht onderzoek doen hier aan de HZ. Ja, maar dat hadden we toen al. Dat was een van de dingen die mij ook lokte deze kant op. Ja, ja, maar we hebben nu echt onderzoeksgroepen en lectoraten. Dus we hebben een aantal focuspunten. Aquacultuur, Building with Nature, watertechnologie. En daar werken de opleidingen ook heel nauw mee samen. Dus, daar werken ook heel veel mensen. Die kunnen afstuderen. Je kunt ook afstuderen binnen de HZ bij een onderzoeksgroep. Ja, en de hele actuele onderwerpen die daar ook mee aan boord. Ik zie jou ook vaak genoeg op LinkedIn voorbij komen met de aquacultuur. Ja, met de mosselkweek en dergelijke. Oké, jij volgt me nog. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ik volg je ook nog, want ik heb je nou 3 maanden geleden nog ergens op een bijeenkomst van de werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Ja, dat was ook een hele mooie bijeenkomst. Heel actuele onderwerpen.